Het sneeuwt en vriest en daarom roept het CDA op dat Arnhemmers moeten helpen. Wij zijn de straat opgegaan en vroegen, helpt of wordt u geholpen? Ja, ik vind het vanzelfsprekend om de buren te helpen. Sowieso vind ik het vanzelfsprekend mensen die het iets minder hebben of moeilijker hebben, om die een helpende hand te bieden. Zeker weten, ja hoor. Ik heb onlangs nog de sneeuw geruimd van de overbuurtjes. Die zijn aardig op leeftijd. En dan probeer ik aan alle kanten waar het maar kan even te helpen. Ja, ik heb nou in mijn omgeving niemand die slechte benen is of die niet naar buiten kan gaan. Maar als het wel zo was, dan zou ik het wel doen. Zeker. Dat is gewoon in het dorp. Ja, met de sneeuw weghalen van de tuin en enzovoort. Mevrouw, met het koude weer, wordt u geholpen door uw buren? Eigenlijk niet, nee, want we kunnen onszelf nog heel goed redden. Dus het is niet nodig. We helpen meer de buren dan de buren ons. Wat doet u? Doet u boodschappen of maakt u het sneeuw vrij? Wat doet u voor ze? Ik maak het pad sneeuwvrij. Zoals mijn moeder woont in de serviceflat. Als ik dan een bejaard vrouwtje door de sneeuw zie banjeren verleden jaar, ja, dan zet ik er in de auto, breng ik er naar het winkelcentrum. En eventueel boodschappen halen, doet u dat ook? Als het nodig zou zijn wel, ja. Maar dat kunnen ze zelf nog. Maar als het nodig zou zijn, zou ik dat ook doen. Als het nodig is wel, ja. We hebben buren die zijn iets ouder dan wij zijn. En sommige dingen nemen we voor ze over als het nodig is, ja. Er zijn extreme weersomstandigheden. En sommige mensen die kunnen het gewoon zelf niet. Ja, help dan een handje mee. Is geen probleem.